Een hele goede middag. Kijk in deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met Ivy. Blondie staat daar. Wat vandaag op de planning staat is Ivy rijden en Blondie trainen voor de Jong KWS competitie. Ik ga er nu even poetsen en dan ga ik eerst even Ivy rijden, want het is mannen met hondjes lopen. Alice wil graag contact maken met de alpaca's. Maar ze vindt het toch ook wel een beetje spannend zo. Wat is er hier geblazen? Ja. Kijk Tess, zo ziet mijn huis er later uit. Alleen weet ik niet of ik alpaca's wil. Daarachter zijn dan de plaatsjes waar ze kunnen slapen, diertjes. En ik kan hier in de wei ergens rondlopen en dan heb ik nog een huisje. Zo, ik ben met Ivy gereden. Ging wel redelijk. Niet heel goed, maar niet heel slecht. Dus daar zijn we blij mee. Nu is het tijd voor Blondie. Heel mooi bureau, maar ik ben al toe aan een upgrade. Flexispot heeft mij een heel mooi bureau aangeboden met de nieuwste snufjes. Laten we mijn papa maar even in elkaar zetten. Wacht, ik zet hem nog op zitten. Nee. Kijk, kan je hem zo op zitten zetten? Ho. En dan gaat hij. Dan moet je wel zelf instellen, maar dan gaat hij zo omlaag. En hem ingesteld op 80 centimeter. En dan. Bam! Kun je zo leuk werken. Maar als je wilt staan, dan klik je leuk op staan. Ga je hem tegen zo. Ho. En dan gaat hij weer omlaag. Boeia! Nu omhoog. Kan je even vertellen dat er 120 kilo op kan? Ik kan ook 120 kilo op. Ik weeg geen 120 kilo op. Dat is heel hoog. Ik weeg geen 120 kilo. Maar hij kan je ook omhoog tillen. Ik vind het best wel eng. Ik ga wel omlaag. Het is today, zondag. Oeh, hier gaan we mee. Dat vind ik wel cool. En ik heb Blondie gewassen. En geknot. Wow. Ik ben ook wel blij met de staart. Het is wit. Het is niet zo wit als toen mama 15 minuten... Jawel, het is wit. Wit genoeg. Is er weer een keer wat dat genoemd? Kermit, of Kermit? We hebben vandaag de Jong KWS competitie. Ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik vond het wel een beetje raar, want de voorlopige startlijst was, stond er dat ik 5:45 moest. En het is nu 3:30 en ik heb pas om 5:30 wedstrijd. Ik weet niet hoe dat ineens is omgegooid. Dit we never know. Ik heb er wel zin in. Het wordt wel laat. Maar dat maakt niet uit. Het gaat niet komen. Wij gaan nu nog even wachten. En dan daar staan we. Ja, en het waren ineens andere proeven dan dat ze gedacht had. Dus toen moesten we nog eventjes snel het uitprinten. Zodat ik het ook kan lezen zonder bril. Dat dus. Heb je die ook bij je? Oh, ja. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik denk, kan jij even je proefjes oefenen nog? Had ik over nagedacht. Plus, ik heb de... Gimbal. Ik denk, dan kan jij de proefjes voor mij filmen, want ik ben de pro vergeten. Dus dat.
nu heel blij kijken. En nu heel geschokt kijken. En nu denken het komt wel goed. En moet je wat zeggen? Oh, we gaan ons even aanmelden. Kom mee. Succes, Tess, je kan het. Tess, we gaan beginnen. Rij maar even de folter. En dan gaan we beginnen. Succes! AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C en linkerhand. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C en linkerhand. AXF, hand veranderen, draf verruimen. A afwenden, wijken. A afwenden, wijken. Van de wijken tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. CH, arbeidsdraf. EX, halve volg, halve baan. Daarna, arbeidsstap. XG, halthouders groeten. CH, arbeidsdraf. EX, halve volg, halve baan. Daarna, arbeidsstap. XG, halthouders groeten. Ik heb net mijn proefjes gereden. Ik vond echt dat het echt heel erg slecht ging. Ik heb niet helemaal goed gereden. Ik was er niet heel tevreden over. Ik weet in ieder geval wat ik de volgende keer weer beter kan doen. Maar de jury dacht er iets anders over. Ik had 191,5 en 193 punten. Ik heb twee hele mooie bonnen van de horstel gewonnen. En met tweede en derde geworden. Dus dat was al veel meer dan ik had verwacht. Nou ja, ik ben uiteindelijk blij met het resultaat, maar minder blij met hoe ik de proef heb gereden. Dus dat is voor de volgende keer weer een verbeterpuntje. Ik weet niet wat ze aan het doen is, maar ze moet poep scheppen. Ik weet niet waarom je naar je pony trapt, maar dat doen we natuurlijk niet. De pony schrikt zich dood. Zo wordt er natuurlijk nooit poep geschept. Maar de wei moet schoon blijven. Hoe schoner de wei, hoe beter het gras groeit. En aangezien dit de privé-wei is van Blondie en van Ivy, moet die heel goed schoongehouden worden. Het scheelt ook enorm in vliegen, dazen en andere ellende. Sinds zondag hebben wij de trainer thuis staan. Dus we hebben nu een klein probleempje. Mijn poetstas ligt daarin. En Blom heeft een poepplek. Ik heb een hoefworstel, een hoekenworstel en een dekjesworstel. En we gaan even kijken hoe ver we daarmee komen. Oh, en een hoefkrabber. Ik ben benieuwd. Ik ga even zamelen en dan rijden. Ik heb naar Blondie gereden. In een bak waar ik nog nooit heb gereden. Dus dat was weer even nieuw. Ik zit inmiddels op Ivy in de binnenbak. Want daar buiten best wel druk. Ik vind de soort, ik zei hier natuurlijk nog niet zo lang, dus ik weet niet of ik hier mag rijden überhaupt. Maar ik zou niet weten waarom niet, maar... Ivy, daar gaat mijn Lars. Maar ik zou ook niet weten... Dus dat, ik ga nu even lekker rijden. Ik weet niet of mama nog goed om te filmen, want ik weet ook niet of ze weet dat ik hier rij zo. Nooit! Met Blondie. En dan
dan zie ik jullie volgende week weer.